Diana Matroos. Totale chaos en incompetentie. Het kabinet dat zelf van crisisberaad naar crisisberaad rent, na de monsterzegen van BBB bij de provinciale statenverkiezingen, krijgt intussen uit alle hoeken kritiek. Is het terecht? Kan het kabinet deze impasse doorbreken? En blijft BBB succesvol? En hoe gaat het nou verder met het stikstofdossier? En misschien wel het allerbelangrijkste van alle vragen. Wat is nou de dieperliggende oorzaak van waar we nu in politiek opzicht staan in Nederland? Dat ga ik deze week onderzoeken in BNR's Big Five van de politieke aardverschuiving met 5 kopstukken. En vandaag trap ik deze week af met niemand minder dan Gerdy Verbeet. Vaker bij ons in de Big Five. Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Oud-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5. 5 mei, PvdA-prominent en commissaris in het bedrijfsleven. Ontzettend fijn, mevrouw Verbeet, dat u er weer bent. Dank u wel, goedemorgen. We gaan straks uitgebreid natuurlijk in op die dieperliggende oorzaken van die monsterzegen van BBB, want dat is natuurlijk al heel lang aan de gang, maar goed altijd om terug te kijken, zodat we daar ook weer succesvol vooruit kunnen kijken. Maar voordat we dat gaan doen, even 2 belangrijke dingen. En het eerste is er nou daadwerkelijk sprake van een politieke aardverschuiving? Want zo heet de Big Five deze week. Maar is het zo? Nou, zeker in de provincies kan je dat zo zeggen. Hè, want er is natuurlijk een nieuwe partij die maar 1 zetel heeft in de Tweede Kamer. Is nu op volle, oorlogsterkte. Maar dat is niet het goede woord, denk ik. In de provinciale staten terechtgekomen. En in alle provincies de grootste. Ik denk niet dat dat ooit eerder vertoond is. Dus dat is zeker daar een aardverschuiving. Ik denk dat dat de richting van waarin de aarde verschuift niet op voorhand helder is. Ik ken heel veel mensen die minstens overwogen hebben om op de BBB te stemmen. Maar vaak om verschillende redenen. Ja. Dus wat de richting is van BBB, dat zal ook weer een effect hebben op hoeveel mensen bij een volgende verkiezing opnieuw die stem op die manier zullen uitbrengen. En we moeten ook niet vergeten dat 80% uiteindelijk ook op andere partijen heeft gestemd. Zeker. Hè? Dus dat is ook de democratie om daar goed naar te kijken. Het tweede vraag die ik wil stellen is, ziet u het ooit gebeuren, Caroline van der Plas voor president? Nou, dat is veel te vroeg om dat nu te zeggen. Hè. Ik zie nog die prachtige foto van mevrouw Verdonk voor het Mauritshuis met de gespreide armen. Die stond toen ook 30 zetels in de peilingen, weliswaar. Ja. Hè. En het kan verkeren. Maar ik vind het wel een vrouw die heel veel in haar mars heeft. En ja, het wordt natuurlijk voor haar de kern wordt dat ze nu in staat moet zijn om ook haar partij te organiseren. Ze heeft een aantal hele goede mensen om zich heen. Maar krijg je het voor elkaar om, als er snel verkiezingen zouden komen voor de Tweede Kamer, om dan ook allemaal goede mensen die ook de partijlijn dragen, die een eenduidig beeld uitdragen, om je heen te verzamelen. Dus dat is wel cruciaal, want kiezers zijn natuurlijk niet gek. Die willen wel dat iemand die op die plek zit ook gaat presteren. Want dat is namelijk precies de reden dat ze op dit moment zo ontevreden zijn over het huidige kabinet. Ja, want dat is ook het signaal wat ze hebben willen afgeven. Bent u persoonlijk door haar geboeid? Ja, ik ben zeker door haar geboeid. U weet misschien nog wel dat ik ook in de periode dat ik Kamervoorzitter was gepleit heb voor meer heldere taal in de Kamer, minder jargon. Ook wel een agenda in de Kamer volgen die aansluit bij de agenda van je achterban. En dat doet zij, vind ik, op een hele goede manier. We gaan straks veel dieper op haar in, ook wat haar uitdagingen gaan worden. Een tipje van de sluier is al opgelicht. Maar laten we zeker eerst even met de actualiteit beginnen. Want iedereen die je spreekt, die heeft zoiets. Ja, na dat zoveelste crisisoverleg komt de premier met versnellen en een pauze aanbrengen rond stikstof. En niemand begrijpt het eigenlijk. Nee, ik kreeg een beetje het beeld van het circuit van Zandvoort. Want daar begrijp ik namelijk ook niks van. Ik begrijp het niet. Want het signaal van de burger is volgens mij, doe nou wat, ga nou wat doen, ga het nou regelen, ga het oplossen. Het probleem van stikstof, maar ook een aantal andere problemen, ik ga ze niet herhalen. En je ziet dat men eigenlijk kiest, althans in de tekst van de minister-president, voor een pas op de plaats. We gaan nu even kijken naar de provincies. Maar ik begrijp uit de reactie van de provincie, maar ook van provincies, maar ook van anderen, dat men behoefte heeft juist aan handelend optreden van de minister-president en zijn club. Dus ik snap niet zo goed wat hij hier nou mee wil bereiken, behalve dan gewoon
in het zadel blijven zitten. En dat vind ik wel ingewikkeld. Uiteindelijk hoor je, vind ik, als minister-president, dienaar van de kroon, en dat geldt voor alle ministers, ja, te kiezen voor het landsbelang en niet voor je partijbelang. En zelfs niet voor het overleven van je kabinet. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.